Hallo en welkom bij Jaar van de Tuin, een programma over tuinieren in Leiden. Waarin we u meenemen op reis naar je tuin en allemaal tuintips geven, leuke voorbeelden laten zien en nog veel meer grappigheden zoals siroop en jam, waar ik straks over terug zal komen. Vandaag gaan we een hele beestige aflevering doen, vol met egels onder andere, maar ook vogeltjes. En aan de hand van een paar planten nemen we je mee op reis langs verschillende tuinen in Leiden. Van dus Leidenaren, mensen die in Leiden wonen in ieder geval. Dus ik zou zeggen, we gaan zo meteen eerst even praten met Ant. Die heeft een hele hoop te vertellen over hoe je nou precies kan tuinieren. We gaan een webinar aankondigen. We gaan nog eens een keertje kijken wat inmiddels de tussenstand is bij het NK tegelwippen. Hoe hoog staat Leiden inmiddels? Hoeveel tegels zijn er inmiddels gewipt? We gaan het hebben over het winterkoninkje en over egelhotels en egelsnelwegen. Nou, om te beginnen, Ant. Hi Ant, welkom in Jaar van de Tuin. Superleuk dat je er bent. Misschien om te beginnen even voor de kijkers. Kun jij je kort even voorstellen? Ja, ik ben Ant Brandenburg en ik ben natuurgids van IVN en in de regio Leiden. En mijn patch is eigenlijk de Merenwijk. Daar doe ik alles in. En ik geef zelf nog ontdekwandelingen, vliegtuigje en vogeltjes. En ik hoop dat mensen inspiratie halen uit de natuur. Dat is mijn doel. En in de Merenwijk doe ik heel veel sociale en groene combinaties in projecten. Dus dat vind ik heel erg leuk om op te zoeken. Oké. Okay. Nou hebben we het deze week over levende tuinen en dieren in de tuin en wilde tuinen. En ik begreep dat jij daar ook wel wat mee bezig bent. Ja, ik zit ook bij Groen Dichterbij. Dat is een combinatie van de gemeente Leiden met IVN Zuid-Holland en IVN Leiden en Leidse regio. En wij stimuleren om de gemeente meer te vergroenen. Dus de gemeentegrond, maar ook de particuliere tuinen natuurlijk. Want dat is ongeveer 60% van het oppervlak in de gemeente. Dus dat is heel veel groen. Heel veel mogelijkheid tot groen. Waar allemaal beestjes en planten en et cetera kunnen wonen. En waar we ook allemaal wat aan kunnen hebben. Want volgens mij is het heel belangrijk dat de tuin groen is. Omdat dat voor mensen gezond is. Ook voor de biodiversiteit. En dan heb je dus een hoop verschillende planten en dieren nodig? Is dat dan? Ja, heel veel verschillende. Heel veel variatie hebben we nodig. Oké. Okay. De tuin. Nou lijkt me dat als je dan nu denkt van nou ik wil best wel in de tuin werken. Maar waar begin ik dan? Lijkt me dat best lastig. Ja. Heb jij nou nu al een soort van een pro-tip? Waar moet ik beginnen als ik dit wil? Nou, je moet beginnen met, als je heel veel tegels hebt, dus één tegel eruit halen en kijken wat er dan al groeit en bloeit. Hè, dat is misschien al interessant. Je kunt er ook al meer tegels uithalen en dan zelf wat plantjes erin zetten. En wat heel verstandig is, is om niet je hele tuin op te ruimen als je al planten hebt in de tuin, maar die dan pas in de lente een beetje weg te halen en juist in de winter te laten staan. En dan dat weer gebruiken om rommelhoepje hoekjes te maken. Want daar gaan vaak heel veel beestjes scharrelen. Bijvoorbeeld egels. Dus ik hoef eigenlijk niet mijn tuin winterklaar te maken, zeg maar. Je moet eigenlijk minder doen in je tuin. Ja, okay. Veel meer genieten van je tuin. En als het nu april is, zijn er dan dingen die ik in april, zeg maar, die dan handig zijn om te weten? Ja, je kunt als in april, als je plantjes erin wil of je wil misschien al wat groente kweken, dan moet je nog een beetje oppassen. Dus dan zou ik beginnen met zaadjes in je eigen huis opkweken die je dan later in je tuin kunt zetten. Dat is wel heel erg leuk. Ik zou de tuin een beetje opruimen, dus dat er ruimte is voor nieuw groen. En je kunt als je in de winter begonnen bent bijvoorbeeld met zaadjes en voer strooien in je tuin, dan komen er misschien nog vogeltjes en die kunnen dan gaan broeden. En wil je de kans vergroten dat ze nestjes gaan maken, kun je ook mos en takjes ergens neerleggen in je tuin, dat ze die op kunnen halen. En dan heb je grote kans dat ze misschien nestjes gaan maken in je tuin. Oh ja, dat is natuurlijk wel heel leuk. Het is nu natuurlijk bijna de nesttijd. Ik heb al wat jonge eendjes gezien. Dus als ik vogels in mijn tuin wil, is dit wel het moment, zeg maar. Ja, ik denk misschien al in maart. Oh, zelfs al eerder. Oké, okay, dus ik ben al half laat. Het moet snel zijn. Ja, wat je al zei, er zijn al vogels die hebben jongen. Dus, ach, oh, wat leuk. Oh, ja. Dan ben ik heel benieuwd welke dat zijn. Daar komen we misschien dan later nog op terug. Hey, nou ja. Is er ook een
een cursus als mensen een start willen maken. En dat is dan, volgens mij konden er 35 mensen naartoe. Kun je iets vertellen over wat je dan in zo'n cursus doet als je wil leren tuinieren? Ja, het doel is dat je een levende tuin krijgt door die cursus. Of een levendiger tuin. Dus als je al een tuin hebt, dan kun je hem herontwerpen. Of als je hem nog niet zoveel erin hebt, dan kun je hem gaan ontwerpen. En het doel is niet het ontwerp, maar bedenken wat voor beestjes wil ik eigenlijk in mijn tuin. Dus misschien vind je het heel leuk om een egel in je tuin te krijgen. Nou, wat moet je dan doen? Misschien vind je het heel leuk om een winterkoninkje in je tuin te krijgen. Of een koolmees. Wat kun je dan doen? Een nestkastje ophangen? Of juist niet. Misschien moet je wel nestmateriaal neerleggen. Ah. Dat soort tips krijg je. En dan ook voor je rommelhoekje dat je daar een plekje voor kunt vinden in je tuin. Want dat is dus gewoon heel belangrijk. Okay. En dan heb je het heel vaak over rommelhoekjes. Betekent dat dan dat ik een hele rommelige tuin moet hebben? Of kan ik ook wel gewoon het echt in een hoekje houden? Ik zou het, als je er niet van houdt, zou ik het in een hoekje doen. Oké, dat kan ook. En ik denk dat je daar tips voor krijgt in die online cursus. Oké, dat klinkt wel heel interessant. En die is 2 avonden, hè? Mm-hmm. Dus 1,5 uur. En dan ga je met elkaar, krijg je tips voor het ontwerpen van een, of het goed inrichten van je tuin voor wilde dieren eigenlijk. Oké. En voorbeelddieren, jij zei net al egeltjes, winterkoninkjes. Zijn er dan ook nog, weet ik veel, als ik heel erg veel vlinders hou of zo, is dat dan ook een optie? Ja, dat is ook een hele goede, Annika. Je kunt natuurlijk ook, belangrijk is ook water in je tuin. Ook om te drinken voor vogels, maar ook voor kikkers en amfibieën. Dus dat je salamandertjes krijgt. Ik heb ook een vijver in de tuin en er zitten toch allemaal salamandertjes in. En we hebben elk jaar wel een kikker. En die verdwijnt dan plotseling weer. Denk je, waar is die? En dan is die er volgend jaar weer. Oké. Okay. Dus vooral een natuurlijke vijver is handig. Maar je kunt ook al gewoon een bak neerzetten. Een speciekuip bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Erin. Want daar kom ik straks ook nog eventjes op terug. Nou, als je nou zo'n vlier in je tuin hebt, dan heb je een vrij mooie, wat lagere struik. Dat is perfect voor een bepaald type vogeltje dat je wel eens zult hebben gehoord. Hij zingt namelijk best wel hard. Het is het winterkoninkje. En daar kan Ant ook ons ietsjes over vertellen. Dus Antie komt weer eventjes terug bij ons. En die kan ons iets vertellen over het winterkoninkje. Vertel. Ja, het winterkoninkje. Dat is echt een heel vrolijk vogeltje in je tuin. Het is best wel een heel klein vogeltje met een kwiek opstaand staartje. En dat heeft graag nestjes in hagen. Dus lage struiken, ook wel in boompjes. Maar ze zoeken hun nestje in een beschut stukje tuin. En zo'n winterkoninkje kan er wel een stuk of 6 maken. En dan mag een vrouwtje uit gaan zoeken wat voor nestje die wil gaan gebruiken. Maar wil je nou zo'n winterkoninkje in je tuin krijgen, dan is voedsel heel belangrijk. En dat voedsel, dat scharrelen ze altijd op de grond, van de grond. Dus daar moet je eigenlijk dan al in de winter een beetje mee beginnen. Om daar zaden en neer te leggen. En dan krijg je misschien ook wel een hegemus te zien. Dus, want als een winterkoninkje weet dat het genoeg te eten krijgt in jouw tuin, dan denken ze, misschien wil ik daar wel een nestje bouwen. Dus dat is de tip eigenlijk. Okay. Ja. Dat doen ze wel ook nu, want ze heten winterkoninkjes, maar... Ja, leuk vraag. Ja, dat doen ze zeker nu. Net als alle andere vogels zijn ze gewoon nu bezig met... nestjes maken. En ze maken soms al 2 nestjes achter elkaar. Ja, dus dat ze 2 broedsels hebben en soms al 3. Ja. Maar de vrouwtjes die broeden dan ook 3 keer achter elkaar? Of is het alleen het mannetje dat dan 3 nestjes bouwt? Dat lijkt me best zwaar. Het mannetje bouwt de nestjes. En het vrouwtje dat broedt er in ieder geval op. Eigenlijk weet ik niet goed of ook de mannetje dan gaat broeden. Volgens mij hebben ze wel meerdere vrouwtjes. Dus volgens mij kunnen ze dat niet aan dan. Een soort van, harem, zeg maar. Ja. Oké, dat is wel heel grappig. En zijn ze goed te horen? Ja, het is voor de winterkoninkjes belangrijk dat hij ook een schuilplek heeft. Hè? Dus je hebt altijd de 4 V's, zeggen ze altijd. Dus je hebt voedsel nodig. Ja. Je hebt een goede schuilplek nodig waar ze zich veilig voelen. Een plek om voor te planten, dus de nestjes. Dus daar heb je ook de heggen voor nodig. En dus weer die variatie waar ik het al eerder over had. Die je in de tuin nodig hebt. Ze moeten heel veel verschillende soorten voedsel ook kunnen vinden. Insecten. Spinnetjes, larves en dat soort dingen. Oké, dus voedsel, veiligheid en voortplanting en variatie. Die ga ik onthouden. Dankjewel voor je uitleg.
We hadden het net over een wilde en levendige tuin waarin veel dieren kunnen leven. Nou, daar hebben we ook een makkelijke plant bij uitgezocht voor deze week. Dat is de vlier. De vlier is een lage struik, maar hij kan heel groot worden. Echt een complete boom. Maar je kan hem ook elke keer netjes terugsnoeien tot zeg maar ongeveer een halve meter. En dan blijft hij gewoon klein en goed zeg maar, behapbaar. Nou, de vlier is een hele grappige plant. Omdat ten eerste hebben heel veel insecten er wat aan. En heel veel vogels. Maar je kat kan er ook in klimmen, zeg maar. Dat zullen we zo nog zien. Maar de vlier heeft ook bloesems. En van die bloesems kun je thee van maken. En je kan er siroop van maken. Ik heb hier een fles meegenomen. En als het dan op een gegeven moment zeg maar, richting de herfst gaat, worden de bloesems natuurlijk bessen. Dan krijg je vlierbessen. En vlierbessen zijn ook lekker, want daar kun je zowel sap als jam van maken. Ik heb 2 flessen en een potje jam meegenomen. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk om in je tuin te hebben. Nou, iets anders dat leuk is om in je tuin te hebben is deze hier. Dit is een daslook. En die gaan we straks heel veel zien ook in het wild. Hij gaat nu bijna bloeien. Nou, dan krijg je al die mooie velden in Kronenstein en in de Leidse Hout. Ik ga hem gewoon even hier laten staan. En de daslook ruikt ook heel erg knoflook, lookachtig. Je kan er eigenlijk ook heel lekkere dingen van maken. Je moet hem alleen niet plukken in het wild, want hij is nog een beetje zeg maar, kwetsbaar in Nederland. Maar die blaadjes, je ruikt het al meteen. Heel erg knoflook. Als je er doorheen loopt, zul je het ook wel ruiken. Dus dat is ook heel leuk om mee te koken als je hem dus in je tuin hebt. Nou, we gaan nu eerst eventjes nog wat naar de vlier terug. Die is bijvoorbeeld heel makkelijk aan te komen. Je kan hem heel erg goed stekken. En dat gaat Grace nu even laten zien. Nou, dit is zo'n stekje van de vlier. Die hebben we er vorig jaar najaar ingezet. Het is eigenlijk ook wat we laatst lieten zien met de vuurdoorn. Net zo makkelijk. Je knipt een tak van de vlier. Liefst al wat ouder hout. En daar haal je alle blaadjes vanaf, behalve de bovenste blaadjes. Die stop je in de grond, zo diep mogelijk weg. En zoals je hier ziet, hij gaat weer verder groeien. Dit is nu al zo groot. En de vlier groeit heel snel, dus dit jaar zal het al een flinke struik worden. Nou, hij is dus gemakkelijk te stekken. Je kan er lekkere dingen mee maken. En hij is er ook nog eens in meerdere kleuren. Straks gaat hij bloeien. Je ziet hier een bloesem van de witte, maar je kan hem dus ook in het roze krijgen. Dus als je nou denkt, nou goh, ik wil graag een roze vlier, dat is dus ook gewoon een optie. Hij is er in allemaal kleuren en dus in verschillende vormen. En om dat te laten zien, ik zei net al, je kan hem klein houden, maar hij kan ook heel groot worden. Daarvoor gaat Grace op bezoek bij iemand met een hele grote vlier. Hoi Irene, we zijn bij jou in de tuin weer. We kennen jou uit de eerste aflevering al, want toen had je vragen over de schaduwtuin. Maar nu zijn we hier vanwege de vlier, want dat is de makkelijke plant van deze week. En jij hebt zo'n enorm grote vlier. Misschien wel de hoogste vlier in een achtertuin in heel Leiden. Want ik denk, nou hij komt boven het huis uit. Ik denk dat hij een meter of 5-6 is of zo. Denk ik wel, ja. Ja. Mag ik vragen, waarom heb je ervoor gekozen om hem zo groot te laten worden? Omdat ten eerste hou ik heel veel van bomen. En alles wat natuur is. En ik vind dat een verandering. Als ik naar buiten kijk en ik zie zoveel groen in deze versteende stad. Ja. Dus voor mij is het gewoon heilig. Ja. Het is geen struik voor jou, maar echt een boom. Het is een boom en het is gewoon leven. Ja. Een boom betekent leven. Een groen, ja. En wordt er ook veel, behalve de kat, veel gebruik van gemaakt door andere dieren? Ja, het is een hele leuke boom, omdat die heeft verschillende seizoenen. In de lente kregen wij de bloesem en... Maar ook allemaal luizen. Dus de hele boom zit vol met luizen. Mm-hmm. En daarna komen de mieren die de luizen een beetje melken. En lieve heerbeestjes die dat weer op zijn tijd dat ook opeten. Ja. Dus er zit heel veel leven in. En daarna heel veel vogels zoals putters, mussen, heggenmussen, merels, duiven en tortels. Die komen ook die bestjes in de herfst eten. Dus, ja. Het is gewoon leven. En de katten vinden het ook leuk om in te klimmen. Ja, het is een speelparadijs voor katten. Geweldig. Nou, als je nu denkt, ik ben overtuigd, ik ga die tegels eruit halen. Dan is het natuurlijk vervolgens dat je met een stapel tegels zit. Nou, onder andere, we hebben het over dieren gehad. Een van de dingen die je heel leuk met tegels kan doen en die ook wel gedaan wordt... is daar een egelhuis mee bouwen. Want egels hebben ook behoefte aan een van die 4 V's, veiligheid. Die willen graag een veilig huisje. En Piet heeft dat gedaan. Dus Grace ging op bezoek bij Piet om te kijken naar zijn tegel-egelhuis.
Hoi Piet. Hallo. We zijn bij jou in de tuin. Ja. Want ik zag van de week op Facebook dat jij een heel leuk egelhuis hebt gebouwd. Mm-hmm. En we zagen hem al even in de hoek staan, helemaal gebouwd van tegels. En ik dacht, dat komt mooi uit, want het is het NK tegelwippen. Dus we proberen mensen heel erg te motiveren om tegels uit hun tuinen te halen. En dan is dit natuurlijk ook heel mooi om dat ervan te maken. Ja. En jullie zijn ook bezig met het tuin vergroenen. Dus kan je mij vertellen, wat heeft je gemotiveerd om dit egelhuis te bouwen? Nou, de motivatie die komt vanwege het feit dat je wil je tuin toch zo natuurvriendelijk mogelijk inrichten. En dan ben je met de boekjes van de natuurmonumenten, vogelbescherming, de catalogus ben je aan het doorzoeken. En dan kom je op een gegeven moment een egelhuis tegen. En dan denk je van, hé, dat is eigenlijk op zich ook wel leuk. Ja. En dan schaf je er een aan. Maar ja, dat is een houterig geval. En hout heeft toch het nadeel dat hij op een gegeven moment natuurlijk verrot raakt. Ja. Dus op een gegeven moment was gewoon het inloopje was weg en dan gebruik ze het niet meer. Nee. Dus dan ga je toch eens verder kijken van, dan ga je denken van, wil je dan weer een nieuwe kopen? Die dan weer na een paar jaar natuurlijk kapot is. En toen kwam ik op een gegeven moment op internet een beschrijving tegen hoe je gewoon met oude tegels een egelhuis kon maken. Okay. En die heb ik toen gelijk opgeslagen. En toen kwam ik vorige maand, ze waren ze hier vlak in de buurt in het Jacques-Heurlesplantsoen, waren ze bezig met de straat. Dus ik ben naar die stratenmakers gegaan. Ik zeg van, waar ligt de berg van de straat, de tegels die weggaan? Ja, ja. En daar heb ik gewoon 21 tegels uitgehaald. En daar heb ik hem mee gebouwd. Nou, wat goed. Ja. Dus 21 tegels eruit, egelhuis erin. Nou ja, 21 ja. Van die bakstenen heb je nodig. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. En heb je al eens egels in de tuin gehad ook? Ja, bij onze eerste nog gekochte exemplaar hadden we na een aantal jaren merkte ik opeens dat er een egeltje in zat. Ik zat s'avonds op een warme zomeravond zat ik buiten en ik hoorde geritsel. En ik had mijn zaklantaarn gepakt en ik had hem erop gezet en ik zag hem inderdaad rondscharrelen. Dus ik weet dat er hier in de buurt wel egels zouden kunnen zitten. Ja. Maar het is natuurlijk nu gewoon weer afwachten, vinden ze het en hoe snel. Dus het kan best zijn dat het weer een paar jaar gaat duren voordat er een in zit. Maar goed, hij staat mij niet in de weg, dus laat maar lekker staan. Maar ik heb wel redelijk goed vertrouwen erin dat er op een gegeven moment weer eentje in gaat komen, ja. Dat zou wel leuk zijn, want merkte je ook toen je hier een egel had, had dat ook nog voordelen? Of was het gewoon puur entertainment? Of, Nou, het is ook entertainment, want ik vond het best wel een kick om te weten dat je gewoon in dat kleine tuintje wat we hier hebben toch in staat bent om een egel te lokken. Maar het had ook zeker een voordeel, want op dat moment was het aantal slakken in onze tuin was echt een heel stuk lager dan zonder egel. Dus je kan echt zeggen, egels lusten graag een slakje. Dus als je last hebt van slakken, zou ik zeggen, lok een egel, dan ben je van dat probleem ook af. Ah, dat is goed. En dan wat denk ik nog wel belangrijk is, en dat zagen we als heel goed voorbeeld in jouw tuin, dat het dan wel belangrijk is dat de egel de tuin in moet kunnen komen. Dus jullie hebben heel mooi onder de poortdeur een soort van ruimte voor de egels. Hebben jullie dat speciaal zo gemaakt of kwam dat toevallig zo uit? Nee, we zijn ook kattenliefhebbers, dus we hebben eigenlijk altijd katten gehad. En die willen natuurlijk ook kunnen binnenkomen. En ik weet het, ze kunnen er ook wel onderdoor, maar ze vinden het toch wel prettiger er onderdoor. Ja. Dus daarom hangt die zo hoog, omdat de kat er onderdoor kan komen. Ja, en dat is natuurlijk ook hoog genoeg om er een egel onderdoor te laten komen. Nou, daar heeft de egel dan gewoon hartstikke mooi geluk mee. Ja. Heb je verder nog iets bijzonders gedaan qua aanplant in de tuin? Want het is een mooie, we hebben het over de levende wilde tuin deze week. Nou, je hebt een heel mooi kruig stukje met onze favoriete plant van deze week, de vlier, zagen we al. Wel twee stuks. Dus heb je daar nog iets speciaal voor gedaan voor de egels? Of is dat gewoon, komt dat mooi uit? Niet zozeer voor de egels, maar we hebben wel heel bewust, toen we de tuin gingen inrichten, gekeken naar struiken en planten die vogels zouden aantrekken. Dus we hebben wel heel duidelijk gekozen voor de planten die besjes dragen, waar dus de vogels op afkomen. Dat is wel een hele bewuste keuze geweest. Nou, dus egels en vogels gaan gewoon eigenlijk heel goed samen. Ja, prima. Ja. We lokken graag de vogels in onze tuin. Nou, jullie hebben in ieder geval een mooie levendige tuin al. Ja. En dan hoop ik echt van harte dat de egel snel zijn weg hier weer naartoe gaat vinden. Ja, ik ook. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Graag gedaan. Nou, je kan natuurlijk dus van die tegels zo'n mooi stenen tegelhuis bouwen. Maar het kan ook van hout. Als je nou denkt, ik heb al tegels eruit of ik wil wel zo'n leuk gezellig hoekje creëren. Dan kan dat ook met bijvoorbeeld, zoals je hier ziet met zo'n lekker rommelige takjes eroverheen. Zit er meteen wat nestmateriaal voor het winterkoninkje bij.
Wat je hier ook meteen ziet aan de achterkant is een schutting. En dat is natuurlijk wel lastig. Egels moeten wel in je tuin kunnen komen. Dus het is best handig om soms bijvoorbeeld dat ze onder de schutting door kunnen. Dat je schutting net iets hoger is. Of een deur op een kier. Of een gat in je schutting zagen. Nou, op die manier kun je met een buurt de tuinen aan elkaar verbinden. Zodat egels ook van A naar B kunnen komen. Een egelsnelweg heet dat. Dat bestaat ook in Leiden. Grace ging daar een kijkje nemen. En daar heb ik een filmpje van. Ik was aan het wandelen, 's morgens vroeg. Het was nog een beetje schemerig. En ik hoorde een soort van snorkende geluiden. Dus ik dacht, hè, wat is dat? Wat is dat nou? En toen keek ik. En tot mijn verbazing eigenlijk zag ik gewoon hier in de buurt een egel. Ha! En ik dacht, ach, wat leuk, een egel. Hij zat als het ware, ging hij een soort van omhoog, dus ik zag zo leuk die beentjes. Die pootjes. Ja, ja, ik vond het alleen nog maar leuker worden. En toen gebeurde het volgende. Er kwam een kat en die ging hem zo een beetje eigenlijk besnuffelen. En ja, dat vond die egel natuurlijk echt totaal niet grappig, dus die rende er als het ware vandoor. En daar dacht ik, dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk voor zo'n egel. En toen ging ik ook een beetje op zoek, zeg maar, op internet. Hè, van wat betekent dat eigenlijk, een egel in de stad? En heeft hij dan wel genoeg ruimte? En in principe ja, maar ja, ze worden dus... Lastig gevallen door de huiskatten die we hier in Leiden eigenlijk heel veel hebben. Daar doe ik zelf ook leuk aan mee, dus dat is verder geen bezwaar. Maar ik dacht wel, misschien moeten we daar iets mee. Dan extra een steentje bijdragen. Ja, ja, ja. En dus toen hebben we een plan ingediend bij Fonds 1818. Egels in het Groen hebben we het genoemd. En daarmee wilden we dan eigenlijk voldoende geld aanvragen om egelhuisjes, denk ik dat je dat zo noemt, egelhuisjes verspreid in de wijk neer te zetten. Zodat we een egelsnelweg kunnen creëren. Dus dan hebben ze overal de ruimte om lekker rond te lopen en veilige plekjes om zich te verschuilen. Ja, ja, precies. Dat is inderdaad... dan het doel. Want in zo'n de meeste huisjes heb ik inmiddels onderzocht. Die hebben dan zo'n ingang dat bijvoorbeeld een kat of ook een hond niet met hun pootje, zeg maar, bij de veilige slaapplek straks, als de egels gaan slapen, ja, erbij kunnen. Ja. Nou, dat was heel erg leuk om te zien. Zo kan het dus ook met meerdere tuinen samen een tuin verbinden. Daarna gaan we dus door naar het volgende onderdeel. Hoe staat het inmiddels met het NK tegelwippen? Hoe staat Leiden ervoor? Hoeveel tegels zijn er gewipt? Nou, we hebben hier de tussenstand. We staan nog altijd zesde boven Maasdriel. Maar we hebben nog zeker 5 gemeentes in te halen. Dus we moeten gewoon even iets meer dan die 3340 tegels. Dat is al heel wat. Maar ja, er staan natuurlijk nog wel Heerenveen, Apeldoorn, Diemen, Gorinchem en Lochem staan erboven. Dus Leiden, kom op met dat tegelwippen en haal er nog een tegel extra uit. En geef hem door op de site. Dat is wel echt even belangrijk. Ga naar het NK tegelwippen en maak een foto van je gewipte tegels. Zo komen we op plek 1. Nou, over egels en over katten en over andere dieren in je tuin hebben we nu een hoop gehoord. Maar we hebben daar ook nog een kijkersvraag over. Ik heb gehoord dat ze van katten voorhouden. Maar nu is de vraag, hebben ze graag brokjes of natvoer? En is het ook goed voor ze? Nou, gelukkig hebben we iemand van Egelwerkgroep Nederland die heel veel van egels weet. Dat is Merel Klaarmond. En Merel Klaarmond gaat ons helpen bij het beantwoorden van deze kijkersvraag. Wat moet je nou die egels te eten geven? Hi Merel, fijn dat je kon aansluiten bij Jaar van de Tuin. Misschien om te beginnen leuk of je even iets over jezelf kunt vertellen. Nou, ik ben Merel Klaarmond. Ik ben 25 jaar, ik woon in Steenwijk en ik ben ecoloog en voornamelijk gespecialiseerd op de egel. En ik coördineer de egelwerkgroep Nederland van de zoogdiervereniging. Oké, en wat doet de egelwerkgroep zoal? De
Vogelwerkgroep is eigenlijk bezig om de egel in Nederland beter te beschermen. En dat doen we onder andere door gewoon meer kennis mogelijk te maken over egels. Want we weten helaas niet zoveel over egels. Dus we zijn heel veel bezig met onderzoek. Maar daarnaast zijn we ook met heel veel leuke educatiecampagnes en dergelijke bezig om de egel beter te kunnen helpen. Bijvoorbeeld wat mensen in hun tuin voor egels kunnen doen, onder andere. Oké. En nou, dat raakt dan meteen een beetje aan de... Ik wil eerst nog een andere vraag stellen trouwens. Want je zegt net, ja, om de egel wat beter te beschermen. Is dat nodig? Waarom is dat dan nodig? Ja, dat is eigenlijk heel erg nodig. En dat komt omdat het niet zo goed gaat met de egel. De egel is in de laatste 10 jaar in verspreiding in 50% afgenomen. Dus dat is echt een behoorlijke afname. En dat willen we natuurlijk niet zo laten gaan. Want ja, ik hou van egels, maar er zijn nog veel meer mensen die van egels houden. En het is gewoon een heel belangrijk diertje in ons ecosysteem. Dus die willen we niet verliezen. Dus daarom willen we de egel beter beschermen. Omdat die aantallen weer wat omhoog te krikken. Okay. En als ik nou een tuin heb en ik wil ze dus bijvoeren, dan helpt dat ook al. In een egelhuisje of iets dergelijks wat we net allemaal gezien hebben. Ja, als je inderdaad een tuin hebt, zorg dat die egel vriendelijk wordt. Ja, daar help je de egel wijs mee. Oké, okay. Nou kregen we net een vraag binnen van een kijker. En die wilde graag weten, die had een keer gemerkt dat egels ook op dat kattenvoer afkwamen als ze dat buiten zetten. Toen zei ze, ja, is dat eigenlijk wel goed? En moeten ze dan droogvoer hebben of natvoer? Of maakt dat dan niet uit? In principe maakt het niet superveel uit. Maar om antwoord te geven op je eerste vraag is het helemaal niet erg dat die egel kattenvoer eet. Als mensen en egels willen bijvoeren in de tuin, is ook wat we aanraden, is ook kattenvoer. Dus dat is in ieder geval geen probleem. En hardvoer of natvoer, het maakt in principe niet zo heel erg veel uit. Wat vooral belangrijk is dat je niet te veel voert. Want egels zijn natuurlijk, die hebben ook hun natuurlijke voer nodig om te overleven. Dus het is wel erg belangrijk dat ze ook gewoon nog op zoek gaan naar natuurlijke voedsel. Maar soms is het, vooral in een hele versteende stad, is het soms heel erg schaars, dat natuurlijke voedsel. Hè? Slakken, wormen, kevertjes, dat soort spul. En dan kun je met nat of hardvoer kun je prima bijvoeren. En een schoteltje melk zoals je ook aan je kat geeft? Nee, als je dat aan je kat geeft, dan kun je dat beter binnenlaten. Want als een egel daarvan gaat drinken, ze vinden het heel erg lekker. Dus het zal een egel vast niet weerhouden om ervan te gaan drinken. Alleen dan krijgen ze echt wel flinke darmproblemen van. Dus egels zijn lactose intolerant. Dus melk echt niet doen. Oké, okay. Oh, dat is echt heel goed om te weten. Dankjewel voor water, je uitleg. Water mag wel. Water mag wel. Oké, okay, zo'n schoteltje water bij het kattenvoer. En dan is je egel blij. Okay. Ja, dan maak je de egel blij, maar dan maak je ook heel veel andere dieren blij. Zeker als het heel warm is. Ja, dat is natuurlijk sowieso. Water is altijd een goed idee. Hey, dankjewel voor je uitleg. Super graag gedaan. Ik denk dat mensen hier heel erg blij mee zullen zijn. Dus wellicht tot ziens en nog een fijne dag. Oké, hetzelfde. Doeg. Nou, dat was weer een bomvolle aflevering vol met een grote beestenbende van egels tot winterkoninkjes. Ik vond het heel erg leuk. Mocht je nou denken, ik wil naar aanleiding van deze tuin graag aan de slag met mijn eigen tuin en het ontwerp. En ik wil graag handvatten en hulp daarbij. Er is dus die cursus, hij is gratis. Je kan je opgeven via onze website, Jaar van de Tuin. Dat is gagoed.nl/jaarvandetuin. Dus ga daar vooral even een kijkje nemen. De webinars, het zijn natuurlijk in deze tijd online cursussen. De webinars zijn op 29 april en op 6 maart. Dus schrijf je vooral ook in. Dan nog wat, als je nog bolletjes wilt bestellen, dat kan nog steeds. Via Hortus at Home. De link is ook te vinden op onze website. En dan rest mij niks anders dan u heel veel tuinierplezier toe te wensen. Want tuinieren is het nieuwe wandelen.